Hoe vinden jullie het om prins of prinses te zijn? Ja, tot nu toe bevalt het nog steeds hartstikke goed. Prima, geweldig. Wat gaan we nu eigenlijk precies doen? Dit is het verzamelpunt voor de optocht, zeg maar. En op de industrieterrein hierachter gelegen, zeg maar, staan alle karren klaar voor de optocht. En wij staan met de prinsenwagen hier vooraan totdat zometeen de optocht begint. Ja, en wij krijgen er natuurlijk weinig van mee. Dus we gaan nu alvast even een rondje maken om even te zien wat er allemaal staat, zeg maar. Vind je het wel leuk om de hele dag prinses te zijn? Ja, echt wel. Het is wel mooi om mee te maken. Nou, we lopen even met jullie mee. Is goed. En daar zijn de balletjes van Oranje weer. Voorop lopen? Ja. Oké, en wie gaat er achter jullie lopen dan? De drummens. Oké, dat is wel heel speciaal, of niet? Ja, dat is wel erg voor je oren. Dat is wel erg voor je oren. En ik moet zelfs nog achterlopen, dat is heel hard. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenband gepakt. Voilà. En draaide eigenhandig van die balletjes gehakt. Voilà. Ze zong er vrolijk bij. En die balletjes zijn van mij. De arme balletjes van de koningin. Die gaan naar Berlin, Berlin, Berlin. Die gaan naar Berlin, Berlin, Berlin. De baggerballetjes van de koningin. Daar loopt het water in je mond van en het vet van langs je kin. De gasten arriveert. Zij er op de kar van de zeskant steen. En jullie zijn natuurlijk de kleine prins en prinses. Ja, klopt. En hoe zijn jullie zo gekozen? Nou, wij zijn op school gekozen. En groep 8 wou niet. Oh, en jullie zitten in groep 7? Nou, ik ben wel groep 8. Ik was de enige jongen die wou. En dus daarom ben ik gekozen. Dus. Wat moeten jullie eigenlijk allemaal doen vandaag? Nou, wij kunnen hierop gaan staan en allemaal snoepjes te zoeken. Die gaan er wel in, wel in, wel in. Die gaan er wel in. Zo is dat. Nou, wij zijn aan het collecteren voor de Nierstichting. Oké, en waarom in de optocht? Ja, dat is een idee geweest van de band Bikkel. Gezien een oud bandlid, Jacob Vos, nierpatiënt is. Hadden ze het van, nou, we willen eens een keer wat extra doen voor de Nierstichting. En toen hebben ze bedacht van, nou weet je wat, waarom gaan we niet met de optocht meelopen samen met de Nierstichting? Om op die manier geld in te zamelen. Ik ga weer naar de keuken toe, er is niks aan de hand. Ik ga weer nieuwe ballen draaien voor het vaderland. En binnen 3 kwartier. Wij zijn 3 maanden bezig geweest, van s'avonds 6:30 tot uur of 10 s'avonds. En was het ook lastig, zo'n kar te maken? Ja, er zit een volledige constructie zit eronder. En daar kun je pas overheen papier mâcheën. Maar er komt gaas tussen en dan krijg je het papier pas. Nou, en als het papier droog is, dan kun je pas de nieuwe laag aanbrengen. En zo moet je alles maar wachten. Voordat je überhaupt kunt verven. En waarom voor de hippies gekozen? We wouden eerst iets met allemaal joints doen, maar nou, dingen doen dat toch maar niet. Dus het is nou nog een beetje een soortje ongeregeld. Oké, maar het ziet er wel leuk uit. Ja, dankjewel. Mark, wat vind jij van deze optocht? Mooi, mooi, mooi. Ik kan er niet meer van maken. Ik wil dit jaar geen feest met veerpartijen, Franse brie. Ik wil op. Zie je er altijd zo uit? Ja, altijd. Wat denkt u, meneer? Blijft u lekker in de auto zitten? Ja, voor de kinderen. Het is veel te koud of niet buiten? Ja, dat is voor de kinderen. Waarom staat zo'n geluidsmeter in de tuin? Te meten hoeveel geluid de carnavalsoptocht maakt. Oké, en is dat belangrijk? Wat is belangrijk? Men wil graag weten hoeveel een optocht maakt en hoeveel de gehele lengte van die optocht. Berlin, 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 de baggerballetjes van de koning. Is in de orde van de zeskante steen, jongen. Oh. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Flinten staat nog een keertje! Mijn beste haren waaien steeds van harte en geluk. Met de glazen met champagne. Ja, het is weer zover. Ongelooflijk. Ieder jaar wordt het weer carnaval. Het voelt een beetje als vakantie. Want de tijd ernaartoe, je leeft er helemaal in op. En je gaat, en dan eindelijk is het zover. En dan is het zondag. Ja, en dan is het hele avond, de hele dag. Eerst de praalwagens en dan hoempapa, hoempapa. Dus ja. Hoe lang doe je dat al? Vanaf vanmiddag, uurtje 12 waren we hier. Maar
Ik ben ermee opgegroeid. En dat is ook het leuke. Als je ermee opgegroeid bent, dan is het van jongs af aan. Dan zit je in de carnaval, dan vind je het leuk. Maar ja, als je er niet mee opgegroeid bent, dan heb je zoiets van, nou, carnaval, dat weet ik niet. Nog nooit van gehoord, dan vind je dat niks. Maar ja, je moet het echt een keer doen. Als je één keer geweest bent, dan ben je verkocht. Dit was weer ons filmpje over de optocht van Borger-Roosveld 2009. Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad, maar eigenlijk is het nu wel tijd om te gaan. Dankjewel voor het kijken en tot volgend jaar. Ik zou heel graag willen zeggen, als je nog nooit carnaval gevierd hebt, probeer het één keer, want dan ben je helemaal verkocht.